Yo, of kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan en we zitten weer in het oh zo mooie Mindtopia. Ik sta aan mijn huis en zoals je kunt zien heb ik rechts in beeld mijn bankzaal staan. Ik heb alles op mijn bank gezet, dus deze hele kist hier is leeg. Dat houdt in dat ik neerkom op een prijs of een bedrag van 1.260.143 euro. Dat heb ik op mijn bank staan. Dat is een heleboel geld. En daar ben ik heel erg blij mee. Dan ben ik echt ik ben letterlijk gewoon miljonair. Ik ben een miljonair op de server. Dus dat is hartstikke tof. Terwijl ik gewoon agent ben. En ja, dus dat is chill. Want wat ik ga doen namelijk voor deze video. Ik ga, als de nieuwe Mindtopia geopend wordt, een public server. Die is inderdaad open gaat binnen nu. En ik denk 2-3 weekjes is die open voor iedereen. Net hij zei, als je dus een rank koopt, 7,50 per maand geloof ik. En dat is hartstikke chill. En dan komen alle idioten komen er niet op de server in ieder geval. Maar... dan ga ik voor die mensen, één persoon, ga ik inderdaad gewoon een bedrijf weggeven. Die mag gewoon mijn bedrijfje openen, ter waarde van 50.000 euro. Heb je gewoon een bedrijf staan en dan kan je hopelijk iets vinden. Dus laat lekker een reactie achter wat voor bedrijf je zou willen doen. En ja, laat lekker een like achter natuurlijk, want dat is heel belangrijk. De likes de laatste tijd gaan hartstikke goed op Mindtopia, hartstikke tof. Maar, ik ga het even in deze episode doen van Mindtopia. Naast Mindtopia heb ik ook meerdere series lopen. En die gaan minder lekker. En dat is iets wat best wel... zwaar is voor mij natuurlijk als YouTuber zijnde. Want ik ben meer als alleen, of meer dan alleen, Mindtopia. Op mijn kanaal, Mindtopia, jullie kijken echt awesome, hè jongens. 50.000 views op elke Mindtopia of zo, 30.000, 40.000. Hartstikke awesome. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb ook andere video's, zoals Hunger Games, die bijvoorbeeld maar met moeite, met pijn en moeite, de 10.000 halen. Natuurlijk is dat heel veel, 10.000. Maar dat vind ik een beetje gek, want het ding is... dan blijkt dat, zeg maar, dat jullie alleen op mijn kanaal zijn voor Mindtopia. En als het zo is, dan mag je het even meteen even aangeven. Dat lijkt me hartstikke chill. Dat we gewoon allemaal eerlijk straight zijn met elkaar. Van, yo, ik kom hier alleen van Mindtopia. Zeg het eventjes. Of precies van, nou goed, ik kijk ook je andere video's. Vanaf nu ga ik even ook je andere video's kijken. Want naast de gangster, politieagent van Mindtopia, ben ik ook natuurlijk een hele lieve, leuke jongen. Die super aardig is en hele leuke video's maakt voor jullie. Nou goed, ik ben aangekomen weer in mijn oh zo mooie politieagenten. In mijn politiebureau. En het politiebureau waar ik werk natuurlijk al een tijdje. Ik ga eens even kijken boven of er iets is. Want ik heb vandaag een hele speciale zaak gekregen van Heraton. En daar mag niet over gesproken worden in Mindtopia zelf. Dus ik heb er geen boekje van. Helemaal goed. Maar ik heb een hele speciale zaak gekregen van mijn chef Heraton. Ik ga even alles eerst even langs. Want dat is altijd heel belangrijk natuurlijk. Als een van de agenten moet dat gewoon doen. En als het niet gedaan is door niemand, dan komt ook niemand aan zijn zaakjes. Dan ga deze even kijken. Deze kist ook helemaal leeg. Helemaal toppie. Even hier checken. Nou, alles is eigenlijk leeg. Het is pretty much done. Dus de lopende acties ook leeg. De aangifte ook allemaal leeg. Dus dat gaat hartstikke goed. Mijn nieuwe systeem werkt als een tierenlier. Maar, ik mag er niet over praten hier. Nou, ik ga het wel gewoon doen. Ik ga lekker op straat. Ik ga het lekker op straat erover hebben. Eigenlijk mag het niet, maar weet je wat? YOLO! We gaan het er even over hebben. Want ik heb een hele speciale case gekregen van Heraton. Zoals veel van jullie weten. Ook natuurlijk door middel van mijn crew natuurlijk die dat doet. Dat is Gijs. Is er heel veel drugs in de omloop in Mindtopia. Echt gigantisch veel. Grote getalen, drakenvlees, eenhoornvlees, Project X. Verschillende soorten drugs worden gedistribueerd, zeg maar. Gewoon in de hele server, gewoon doorheen gejaagd. Overal zijn mensen aan het dealen. En zijn er een paar die het doen en heel veel geld verdienen. Dat is natuurlijk niet goed, niet cool. En dat is natuurlijk wat wij willen tegenhouden als politieagenten in Mindtopia. Nu heeft Heraton mij aangewezen. Een speciale missie om... eigenlijk te infiltreren bij de drugsdealers. Dus eigenlijk undercover te gaan bij de drugsdealers. Om voor hun te gaan dealen of bij hun drugs te kopen in de eerste instantie. En uiteindelijk te gaan dealen bij ze. Om dat te gaan doen. En ze binnenuit op te rollen, op te pakken. Mijn taak is heel simpel. Ik moet proberen een drugsdealer te worden voor ze. Eerst natuurlijk laag en dan steeds proberen hoger te komen in de ranks. Waardoor ik eigenlijk de baas van de drugsbende weet... te weten wie het is, zeg maar. Dan weet ik wie de drugsbende leider is. En dan moet ik ze allemaal proberen op te pakken in één grote swoop. Kan ik dat doen? Dan... hallo jongens. Hey. Ja, ik ga even een stukje doorlopen. Want ik ga niet hier bespreken natuurlijk. Ja, heel mooi. Super. Ja, in ieder geval moet ik dus doen. Als het mij lukt, dan heb ik best wel eens een hele grote case opgelost. Dat heel veel met drugs te maken heeft. En dat is een taak wat de FBI ook doet. Ik denk... eerlijk gezegd, als ik dat doe... oh, hey. Als ik dat doe, dan... heb ik best wel, denk ik, een baan in de pocket bij de FBI. Want ik ben niet lullig bedoelde. De andere agenten, denk ik wel, een van de meest actieve. Dat zijn anderen die ook heel actief zijn, hoor.
We hebben wel een van de sterke agenten. Sterke agent, ik pak mensen daadwerkelijk goed aan. Ik ben altijd aanwezig. Ik check dingen. Ik heb gewoon een heel systeem bedacht in mijn allereerste werkdag hier in de Mindtopiaanse politie. Dus Hilton heeft een heel goed woordje voor mij gedaan. Dus daarom vertrouwt hij mij met deze case. Als ik deze case lekker oplos, dan is de kans groot dat ik een soort promotie krijg. Misschien politiechef, maar ik hoop inderdaad gewoon de FBI in Cosmopolitan. Want dat is wel een taakje die ik zou willen uitvoeren. Dus ga ik trouwens even naar Sunnyvale toe om even te kijken wat er allemaal in Sunnyvale voor gespuis rondloopt. Maar dat houdt wel in dat ik mijn politieoutfit moet uitdoen, want je mag niet rondlopen met je politiepakkie in een andere stad. Want dat is nou niet de bedoeling, want hier ben ik geen politieagent en dat is zeg maar oneerlijk. Dus die ga ik wegdoen en die ga ik wegdoen. Oh nee, zal ik nog van jullie voorlezen, want ik heb een nieuwe aanklacht gekregen. Geachte agent, hierbij wil ik de diefstal melden en dus ook aangifte doen. Er is bij mij op 3-1-2016 een gele chestplate gestolen. Volgens mij is Ivar ermee weggerend. Een van de getuigen is killer Eva. Verder zou ik ook mijn medewerkers kunnen vragen. Pandaatje X de Hollander. Ja, ik heb een camera hangen. Best, ik heb een camera hangen. Ja, heel goed dat je een camera hebt. Ook dit even wegleggen inderdaad. Mag nou dus niet. Ja, helemaal goed. Een camera hangen. Maar dat stelt niks voor. Ik ben er wel bij ze geweest. Deze case bijvoorbeeld. Die heb ik proberen op te lossen. Maar die is heel lastig. Aangezien ze geen bewijs hebben. Ze hebben geen screenshots gemaakt. Ze hebben helemaal niks. Die gozer, blijkbaar hebben ze dus een pawnshop. En in die pawnshop hangt een statue, zeg maar. Weet je wel, waar je dingen aan kan hangen, klerenhanger. En Gino, weet je, dat is iemand van de server. Die is niet zo heel erg snugger soms. Die heeft die stand helemaal kapot, armor stand kapot geslagen. Het had in dat al die kleren items droppen. Ondertussen dus ook, inderdaad, de leren chestplate. Nou, en lijkt heeft een Ivar hem opgepakt, heeft hem aangetrokken, is ermee weggerend. En niemand daarvan heeft een screenshot gemaakt, dus dan kan ik het ook niet controleren. Dat is het probleem. Het enige wat ik kan doen is op het moment dat die Ivar online komt, kan ik zijn inventory checken of hij er is. Heeft hij die chestplate inderdaad wel, dan kan ik hem oppakken, een bekeuring geven, in de cel stoppen. En het is een standaard diefstal met bewijs, dat zit je echt heel lang vast, want het is best wel een dure item. Dat hij meeneemt iets van €5.000 wat hij eigenlijk jat. Dus het is een pittige boete gaat het worden. Over de €5.000 natuurlijk. Want ja, zoveel wil je ook stelen. En je gaat nogal een lange tijd de cel in. Dus daar gaan we dan meteen voor zorgen. Want dat is best wel... ja, gewoon niet cool man. Gewoon stelen in mijn Mindtopia. Dat gaan we dus niet doen. En er is ook nog een klacht gekomen die heb ik laatst bekeken. Dat is iets over de... Eigenlijk de auction house winkel hier. De tweedehands winkel. De kringloopwinkel. Dat is volgens mij deze hier zo... gewoon Niels. En die heeft blijkbaar iemand gewoon standaard gezegd, ja, hij werkt bij mij. Hij heeft zijn prefix laten veranderen. Terwijl hij hier helemaal niet werkt. Dus dat is heel erg onhandig. Staat helemaal nergens op. Dus we moeten binnenkort in Mindtopia hebben het best wel druk. Want er heerst nogal werkloosheid in Mindtopia. Dat was al duidelijk. Heel veel mensen hebben geen baan. Het is super klote. Het is super kut. En dat is gewoon vervelend. Nou hebben sommige mensen, ik ga geen namen noemen, maar iemand hebben ze een soort van een extra café geopend. McDonald's, een soort van McDonald's is het. En die gasten, diegenen die daar de baas zijn, die hebben gewoon mensen uit Sunnyvale aangenomen. Er werken van de vier mensen, werken daar drie mensen uit Sunnyvale. Maar, nou komt het punt. Hebben die mensen een werkvergunning? Hebben ze een visum om hier te komen, om hier te mogen werken? Mag dat van de burgemeester? Nee, dat mag niet, want Mindtopianen hebben voorrang op baantjes. Die hebben ze niet, want niet elke Mindtopiaan heeft nog een baan. Dat houdt in dat ze eigenlijk illegaal hier aan het werk zijn. Ben ik al mee begonnen? Ik heb al een paar mensen aangesproken erop, want ze gingen rondlopen op de server. En de baas aangesproken, want ze gingen ook nog mensen bedreigen. Mensen daar werken, dat is heel stom wat ze deden. Dus die mensen moeten nu een visum gaan regelen. Heb ik even snel geregeld dat het eigenlijk gedaan moet worden met de burgemeester, dus... Dat is iets wat ik opgelost had. Dus ik ga lekker als politieagent. Dat is eigenlijk vooral het punt. Ik ga hartstikke lekker als politieagent. Alleen nog steeds zijn er sommige dingen die niet zo lekker lopen in Mindtopia. Dus inderdaad die drugsbende. En daarom moet ik echt weer die drugsbende op te rollen. Ik heb een lead natuurlijk. Ik heb een puntje waar ik kan beginnen. En dat is natuurlijk, ja, uit mijn verleden. Eigenlijk mijn heden. Mijn drugsbende eigenlijk vooral. Tinky Winky. Ben ik natuurlijk. Lala is natuurlijk Gijs. Maar we hebben ook natuurlijk onze drugsdealer. Dat is natuurlijk Dipsy. Ik moet zo snel mogelijk contact zien te vinden met Dipsy. Om daarna dat aan te komen wie nog meer drugs verkoopt. Want die Dipsy die weet letterlijk alles van de straat. Alles van drugs hier in Mindtopia. Dus ik moet echt even met Dipsy in gesprek aangaan om anderen op te pakken. En natuurlijk ga ik niet Dipsy laten oppakken, want dat is natuurlijk van mijn eigen crew. Dat gaat natuurlijk hartstikke goed door en hartstikke goed verder. Mijn criminele zaakjes, ook al ben ik er niet meer bij natuurlijk. Het wordt allemaal opgepakt door Gijs. Daar ben ik heel erg blij mee dat Gijs dat doet natuurlijk. Want hij zit ook achter de bank in Sunnyvale. En niemand die het door heeft, Gijs en ik zijn nog steeds heel sneaky bezig. Allebei lekkere baantjes aangenomen. Lekker hoog, maar niemand die het door heeft wat wij aan het doen zijn.
Dus ik denk mijn eerste stap is binnenkort even een gesprek aangaan met Dipsy. Die me nou voorstelt in de drugskring eigenlijk vooral. In de drugskring waar natuurlijk de drugs verkocht wordt. En zo ga ik dus mensen moeten vinden die de drugs verkopen. Als ik met die mensen gewoon praat en omga en uiteindelijk dus inderdaad degene die de drugs uitdeelt, vooral de drugs inkoopt, als ik die begin te vinden, dat is eigenlijk de drugsbaron, dan op dat moment wil ik een inval doen met alle agenten van Mindtopia. Dat houdt dus in met Ice Swords, met Nice, met Danny Games, met Heraton, met Papa Warlord, met Just Lawrence, gewoon met z'n allen, gewoon 6-7 man. En één keer tegelijkertijd, hatserflats, gewoon erin. Wow. Wow. Full Iron? Oi? Full Iron? Bewakers van David. Mooi, mooi. Oké, okay, ik zie hier dus blijkbaar twee nieuwe bewakers van David, Deadly Player en Channels Deals. Helemaal goed, gezellig, leuk, leuk. Ze gaan dus werken onder de afdeling van de FBI natuurlijk. Nou, hopelijk als het lekker gaat, als ik deze case kan oprollen, dan misschien die gasten wel gebruiken ervoor. Maar als die case kan oprollen, dan krijg je natuurlijk een baan in de FBI. En dan gaan ze werken met mij. Met mij of onder mij, dat zien we dan nog wel hoe goed ik het doe. Maar voor nu moet ik even die case oplossen. Er wordt in de volgende episode, ga ik helemaal achter die case aan. Ga ik het voorbespreken. Moet ik even Dipsy inderdaad spreken voor een soort voorstel. Zorg dat ik echt in die kring kom. Want nu zit ik natuurlijk niet in die kring. Want hè, ik bedoel, ik ben met die agent natuurlijk. Ik zit er niet in. Dus ik moet zorgen dat ik infiltreer in die kring. Dat ik niet opval dat ik een agent ben. En uiteindelijk dus gewoon in één keer met alle agenten een dikke vette raid gaan starten. Van oké, jongens, we gaan ze nu oppakken. Eén dikke inval en zorg dat iedereen gewoon opgepakt wordt. Dat is eigenlijk de taak die we gaan krijgen binnenkort als politieagent. En dan hopelijk krijg ik dan een dikke promotie. Want ik doe het hartstikke goed. Eerlijk is eerlijk, dit systeem werkt als een tierenlier. Want check gewoon weer. Alle cases zijn gedaan. Deze, hop, kist alweer geleegd. Er hebben twee nieuwe in. Dat bedoel ik, het gaat hartstikke goed. Deze heb ik opgelost. Of nog niet eigenlijk, dus ik kan hem niet inlossen nog. Dat kan ik nog niet doen helaas. Wat is dit ook weer? Dit is een sollicitatie die wel werkt hier. Floris, sorry Floris. Ik ga er niet meer over, dan moet je met Martje zijn. Dus bij deze ga ik de volgende episode, gaat het lekker spannend worden. Want in de volgende episode ga ik dus inderdaad zorgen dat ik infiltreer bij een drugsbende. Dat wordt mijn taak, dat wordt mijn doel. En dat gaat me ook gewoon lukken, want joh, ik kan bijna alles in Mindtopia. Ik ga er gewoon voor. Hard werken, dat loont. Mensen in ieder geval, hopelijk vond je het een leuke video. Vond je het een hartstikke leuke video? Laat dan lekker een blauw duimpje omhoog achter als je het awesome vond. Kijk natuurlijk ook even de video's van gisteren terug. Dat is inderdaad een, volgens mij is het een Hunger Games of een Skywars natuurlijk altijd. En, oh nee, twee keer Ark Survival. Kijk even allebei mijn Ark video's terug. Een nieuwe serie op mijn kanaal, Ark. Hopelijk vind je dat ook een toffe serie. Laat echt even wat liefde achter ook bij die video's. Zoals jullie ook liefde achterlaten op deze video's. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later de massa scenes en natuurlijk, peace.